Muchos bouchos. Pomp. En deze is stuk gegaan. Ik denk met het afmonteren of met het loshalen of zo. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval van de pomp zelf, van de Betacolipomp. Deze, daar zit gewoon zo'n soort van banjo-bout combinatie ding. Ik weet niet eens wat eigenlijk de basis is waar de banjo-bout in moet. Maar goed, deze is dus stuk. En daarnaast boeit het eigenlijk niet, want we gaan hem juist testen zonder die pomp. Dus even kijken. Als dat het toen is, want tering gaat hier zo fucking klaar. En dan is het een aluminium blok. Maar ondertussen, even kijken, dit is de zijkant, dus ik moet deze eigenlijk niet gebruiken. Nu moet ik deze hebben. Ik was zo overtuigd dat het 7 was. En I failed. Because it's not. It's not even 19. What the fuck? Wat is het dan? 21? Jezus. 21. Oké. Okay. Oh. Maar zoals je kunt zien zit alles weer vast zoals het ongeveer zat. Nou zaten er sowieso verkeerde bouten overal in, want ik weet eigenlijk niet eens wat er origineel in zit. Ik zou willen zeggen inbussen, want volgens mij zitten die er ook origineel aan de zijkant. Maar dit is wat erin zat en dan die grotere zaten er natuurlijk wel in, want dat zijn M8 in plaats van M6. Dus nu kan die omgedraaid worden, kunnen we dit paneel helemaal afmonteren. En dan kan die denk ik er weer onder. Dit zijn ook nog alle originele bouten, dus daarom is het wat netter. Maar in ieder geval is deze dicht. En nu komt deze aan de beurt. En die moet aan de andere kant. Godzijdank nu met deze bouten die eigenlijk van origine, volgens mij Honda bouten zijn. Want standaard gezien hebben ze hier dus schroefbouten. Wat natuurlijk helemaal scheid is, want als dat natuurlijk zoveel jaar vast zit en zo'n puntenontsteking is echt heel goed. Plus, omdat het vliegwiel erin zit, kan je alles gewoon vervangen. Dus deze kan blijven zitten totdat je een blok moet splitsen. En dan ben je de lul. Dus nu heb ik ze vervangen voor van die Honda bouten, wat gewoon, gewoon normale topsleutelbouten zijn. Wat natuurlijk gewoon, altijd het doet. Althans, ja, gewoon een stuk langer. Dus voor de volgende keer weet ik dat hij in ieder geval loskomt. Dit is wel nice. Even kijken. Zandontsteking. First you put through the small pieces of fucking stackers. Oh, dat gaat best soepel. Oh, dat ging 10 keer simpeler dan ik dacht. Tada. En dan hebben we hier nog een schroef. Oh, die schroefje heb ik er gewoon in. Die schroefje heb ik er gewoon in laten zitten. Wat slim van mij. No, it's a little bit too small. Waar heb ik iets van een... Oh nee, Stijn, staat je ontsteking nou wel goed? Ja, zeker, want de ontsteking stel je hierop af. De plaatjes die je afstelt zijn deze en deze plaat. Dus dat stelt zichzelf, althans dat blijft gewoon op dezelfde stand staan. Je moet alleen maar gewoon hem op zo'n positie hebben dat deze de jongens erin kunnen. En dan ben je er. Easy. Bij bedrading en bij ontsteking, dus dat is echt super nice. Shoutout trouwens naar XL-Motor voor deze toffe set. Dit is het kleine setje, wat niet eens heel duur is trouwens. En de grote set kennen jullie al van ook thuis, maar die ligt ook hier in de werkplaats alsnog, omdat ik daar ook samen mee werk hier. Dus ja, check het. Eigenlijk ben ik hier niet voor betaald, maar ik vind het gewoon topspul en het is niet duur. Pompen nog op. Pop. Pompen. En de as van de pomp hebben we er ook gewoon uit. Dus hoe dan hoe je het nou went of keert, ik ga hem niet meer gebruiken. Want ik weet dat het ontzettend leuk is en ik weet dat ik er ook ontzettend blij mee was. Omdat ik dacht van, oh chill, dan kan ik gewoon voortaan normaal tanken.
tegelijk qua hoe ik hem gebouwd heb. Laten we eerlijk zijn, ik ga er niet mee op vakantie. Dus de plezierritjes zullen toch niet boeien, want dan meng ik het toch zelf al. En dan weet ik precies ook zelf hoeveel er gemengd in gaat. Hoef ik niet het vertrouwen te leggen op een 50 jaar oude pomp. En daarnaast, hint hint, is er misschien iets uit elkaar naast de Suzuki wat wel nog zelf mengt. En die gaan we wel laten zelf mengen. Maar dat verander ik. Moet deze nog eventjes afdichten. Maar goed, deze zit weer even vast. Dus die hoop ik dat die niet afbreekt. En nu gaan we naar de zuigers natuurlijk. Dus dit is nummer 1, een half wagentje. Je weet ook dat de boel nog hartstikke recht en netjes is als je eigenlijk zonder apparatuur die naald, of die naaldlager, ik bedoel de zuigerpen, gewoon in één keer in kan douwen. Dan is het ook niet te heet geworden enzovoort, wat gewoon heel positief is. Minder positief is, is dat ik één nieuw clipje nodig heb, want die is katskrom. Die is nog helemaal rond, die is in principe nog goed. Dus ja, ondanks dat toch heel veel mensen zullen zeggen, je bent niet goed bij je hoofd, kan deze er echt wel in. Mooi joh, doet hij dat gewoon met zijn handen? Ja, dat doet hij gewoon met zijn handen. Dat is één. En voor twee moeten we een nieuwe zoeken. De oude, althans de oude eentje die ik vond, maar die was echt veel te slap. En hier heb ik er eentje. Die is net in zijn asmaat wat groter. Dus die zal er veel beter in gaan. En ja, dit is een... Ja, hoe noem je dit eigenlijk? Dit is een G-clipje toch? Heb je een C-clipje en wat is dit dan? Dit is een ik heb heel veel hulp nodig clipje, weet ik veel. Dan kunnen nu de cilinders erop. Dat is altijd een shitklus, want dat hebben we de vorige keer gezien hoe lang ik heb mijn pa daarmee aan het kloot waren. Ik weet ongeveer nog wel hoe het moest. Want je moet dus niet één van de twee volledig erop duwen. Voordat de andere er ook maar een beetje op zit. Tadaa, ja, waarom deed je dat nou? Je hebt zeg maar net een klein beetje speling. Hier ook. En dat is gewoon heel normaal, maar daardoor zorg je ervoor dat hij net niet die zuigerveer op zijn positie kan houden en dus net niet ver genoeg hem kan induwen wanneer zeg maar die ja, vernauwing komt waar echt zeg maar daadwerkelijk de zuigerveer echt volledig ontsluiten. Je moet een klein beetje wiggelen en dan komen ze er wel op. Ik zag het, ja, ik zat gewoon even te kijken, te kloten off camera en toen kreeg ik het voor elkaar. Tadaa. Damn, I'm good. Ziet er gelijk gewoon massive uit. Ja, die is nog groter. Maar dat mogen jullie niet zien. De camera ging erheen, maar dat mogen jullie nog niet zien. Maar dat is het volgende project. Ja, volgens mij is dit versie. Ja! Maar even dan. Heb je gewoon een handvat. Dat is echt. Zo chill! Ik hoop dat die ook steady genoeg staat, dat niet de hele motor er zo verloren gaat. Maar, ik denk dat ik zelfs naar de andere kant moet lopen. Tada! En ik had expres deze al aan deze kant gelaten. Want deze is de koppeling. Althans, de koppelingshendel. Er wordt gewoon een pin doorheen geduwd. Hebben jullie ook bij AM6 blokjes. Derby ook, dacht ik. Tada. Tada, jullie weten misschien nog wel, ze liggen daar. Dat waren mijn zelf gefabriceerde kettingspanners. En dat werkte niet. Nou ja, het werkte in die zin dat ik er rustig mee kon rijden, niet te hard moest optrekken, want dan kreeg dit echt wel te verduren. Maar ik vond ineens originele beneden, want ineens had de kok een pak met kettingspanners gevonden. Dus, zodoende. Een hondertje.
voor Jan Lul. Ja, ik heb voor Jan Lul net off-camera deze lopen losrammen van een andere kettingspanner omdat die verroest vast zat. Nice, maar goed, in ieder geval, ik heb dus nieuwe kettingspanners en dit is best wel een belangrijk dingetje, want origineel nieuw waren ze niet meer te koop. Want het unieke hieraan is dat deze kant heeft een soort van dop erin zitten. En die top heeft een recht of een vlak stuk en dus ook een dubbele werking. Je schroeft eerst op een breder deel, namelijk deze, schroef je deze. Daarmee klem je eigenlijk deze kant van het wiel alvast op eigenlijk de achterbrug. En dan vervolgens heb je een dunnere, kleinere bout en die gaat op de as. En dat is dus een combinatie die je weer tegen elkaar aandraait. De andere reden dat hij dat heeft, is omdat aan deze kant er helemaal niks zit. Daar zit namelijk een gat in. En dat gat zorgt ervoor dat als jij gewoon een schroevendraaier erin steekt, dat je eigenlijk helemaal aan kan draaien. En daarom heeft hij aan de andere kant voor de veiligheid een soort van dubbele bok. Dus kijk, nu kunnen we deze in feite dus de grootte van de twee, want je ziet ook het gatverschil. Kun je de grootte van de twee, kun je... eroverheen schuiven, dus als je deze er terug instopt, zo overheen, waardoor deze dus al klem is met dit. Dit is hem dus. Daar is hij. Nu dus alleen, zeg maar, het wiel zit er nog niet in, maar het gaat alleen even om een stukje van de trommel, of dan de trommel, die niet gaan draaien. Daar zit die as doorheen. Dus dat zit er nou tussen, dus kunnen we in principe al even het soort van sealen. Dan een heel klein stukje deze erop te draaien. Dan weten we in ieder geval dat dit nooit gaat vallen. Dus nu kunnen we deze aandraaien. En om de poel te sealen kunnen we dan deze er weer op draaien. En dat is hoe het werkt. Oké, ketting erop, uitlaat eronder en kijken of die het doet. Maar dat ga je zien in de volgende aflevering, want hij is al lang zat, denk ik. Dus ik wil jou bedanken voor het kijken aan deze video. Like de video, sowieso helpt 1 het algoritme. En 2 zorgt ervoor dat oude abonnees ook de video weer zien. Want ik merk dat een hele hoop mensen die mij aanspreken, gewoon zeggen dat ik of niet meer upload. Nou, doe ik dat de laatste tijd niet veel meer. Maar ook toen ik nog wel veel uploadde, toen kreeg ik alsnog de vraag, terwijl ik gewoon sowieso upload. Dus like hem sowieso, ga ik ook sowieso door met de serie en meer. Want waar ik eigenlijk hier leun, nieuw projectje en niet zomaar iets. Dus ik check je graag de volgende keer. Later!